is gewoon, het is zo'n gave sport om te doen. Echt, echt, als je het eenmaal een keer probeert en erop zit, je wil er niet meer af. Ja, hartstikke mooi. Hey, wat zo mooi is, dat de mensen er helemaal van Amsterdam en nog verder in Nijmegen komen om hier in Almelo te laten zien dat je dus ook als gehandicapte goed op het ijs kan sporten. Wat is er leuk aan die sport? Nou, wat ik er zo leuk aan vind, is dat ik mijn lichaam heel erg train. Aan de andere kant ben ik ook, is het ook een denksport in de zin van je moet de tactiek begrijpen. Ik heb zelf een spasme. Ik heb mijn hele rechterkant is minder en mijn linkerbeen is minder. Dat betekent dat als ik voorbeeld mag geven, als ik in een rolstoel zit, ben ik alleen maar aan het rondjes draaien omdat ik ontzettend krachtverschil heb. En ijs zorgt ervoor dat je daar eigenlijk heel weinig last van hebt. Ja, ik heb spina bifida, dat is een open ruggetje, dus ik zit in een rolstoel. Hier op de ijsbaan ben je even je rolstoel kwijt en dat is juist ook het mooie eraan. Hè? Het is, paardenijshockey is echt een sport waarbij je echt lekker je ei kwijt kan. Er mag veel fysiek, je mag elkaar even een bodycheck geven. Er zijn natuurlijk wel regels, maar er mag veel. Ja. Dus je kan echt helemaal even je ei kwijt. Ja. Ik heb er al een paar tussen zien zitten. Nou, ik denk dat het wel een beetje overeenkomt. Met de wielrennen moet je ook goed natuurlijk je evenwicht houden. En dat voel je eigenlijk hier best wel heel goed aan. Dus dat is heel, heel erg leuk om te doen. Het gaat eigenlijk best wel makkelijk, vind ik zelf. Dus, nou ja, talent zie je eigenlijk als je een beetje goed om in de slee blijft zitten. Een beetje stabiel zitten. En als we een beetje snelheid kunnen maken met de prikken al. Dan zie je al dat het heel snel heel goed gaat. Ja.